En dan is het wel belangrijk om te weten van hoe analyseer je nou deze advertenties. Dus wanneer zet ik een advertentieset aan, een interesse of uit, of schaal ik op, of zet ik uit. Ja, daar heb je wel belangrijke regels voor nodig. Anders ga je gewoon echt veel geld weggooien, zeg maar. Dus daarom focus op key performance indicators. Dus je kost per klik, je CTR en je CPM. Voor Facebook ads die je zelf ook wel eens hebt gedraaid. Ja. Dat is wel heel belangrijk om die goed in elkaar in de gaten te houden. Nou, wat je sowieso moet weten is je break-even return on ad spend. Dat je die analyseert, dat je die weet. En ik ga even kort hieronder laten zien hoe je die precies berekent. Dus je verkoopprijs heb je. Dus prijs van het product met marge. En de cost of goods sold. Dus dat is in principe de totale kost. Dus de totale kost op AliExpress bijvoorbeeld plus shipping. Ik heb een klein voorbeeldje bij. Eentje is 39,95 verkoop. De kosten zijn 14,95. Dan doe je 39,95 gedeeld door 39,95 min 14,95 is 1,598. Dus je break-even ROAS is 1,6. En als je een ROAS hebt van 2, dan ben je in principe winstgevend. En alles onder 1,6 is verliesgevend. Daarom is het wel belangrijk om deze gewoon altijd te weten. Moeten we dan ook geen rekening houden met onze omzetbelasting? Nee, hou ik geen rekening mee, omdat je ook BTW vrij kan dropshippen. Van een gegeven moment. En dat doen we pas, laten we zeggen, pas vanaf 15.000 euro omzet persoonlijk. Ik praat niet heel graag over belastingdingen, maar je kan het wel regelen dat je belastingvrij dropshipt in principe. BTW-vrij. En dat kan ik je ook gewoon gratis meegeven, omdat ik daar wat connecties in heb. En dat is ook gewoon helemaal legaal vanuit Nederland, maar ook vanuit België. En dat is ook via Bol dan? Via Bol kan ik het helaas niet regelen. Maar via Shopify zou het wel kunnen. Via Bol gaat het heel lastig, omdat hun sowieso niet fan zijn van dropshipping en zeker niet vanuit China. Omdat we het uit China halen voor Shopify, zeg maar, je producten met een agent, kan je daardoor, omdat het rechtstreeks vanuit China, kan je het BTW-vrij regelen in principe. Dan heb je je ROAS, dus je return on ad spend. Nou, als die 2 of hoger is, hoger dan die 1,6, dan ben je winstgevend. View content is een hele belangrijke term en dat is in principe kost per klik plus CTR plus CPM. Dat zijn eigenlijk je drie belangrijkste dingen, Tim, die je in de gaten moet houden wanneer je ads draait. En als die gewoon slecht zijn, dan heeft het weinig zin om ads verder te runnen. Nou, add to cart is add to cart. Dus een toevoeging aan winkelwagen. Purchase is een aankoop. Daar hebben we nog een andere paar termen die belangrijk gaan zijn. Dus die click-through rate, CTR. Dat is het percentage van mensen dat op je ad door heeft geklikt, als ze hem hebben gezien. En je CPM is je kost per 1000 impressies. En die willen we ook niet heel hoog houden. En in Nederland en België, zeker nu, kan die gewoon tussen de 6 en 8 euro in principe zijn. Dus eigenlijk alles boven de 15 euro is niet ideaal. En kosten per klik, dan willen we die eigenlijk onder de 60 cent. Ik heb hier wat metrics genomen voor wat ik ideaal vind voor een product, dat ongeveer dat je dat winstgevend kan draaien. Maar natuurlijk, hoe lager, hoe beter, zeg maar. Dus kost per kliks van 60 cent is prima. Click-through rate van minimaal 1,40%. En een CPM tussen de 10 en de 20 max. Ligt er ook een beetje aan welk land je adverteert. Dus dat is wel belangrijk. Nou, dan heb je eigenlijk een 3-dagen regel als je een product adverteert. En je hebt dus één adset is dus 5 euro. Dus bijvoorbeeld de interesse wijn. En die ga je analyseren op 3 dagen. Die analyseer je op 72 uur. Nou, waarom doen we dat? Hier heeft hij dan 5 euro gespend. Hier ook 5 en hier ook 5. Is in totaal 15. Dus 3 keer 5, 15. En je marge is minimaal 20. Dus als je op dit punt bent, hou je maar 5 euro winst over. In principe als we belasting, et cetera, geen andere kosten meer meerekenen. En eigenlijk analyseer je hem op die geen view content. Dan kill je deze adset. Dus je hebt bijvoorbeeld een adset die een slechte kost per klik heeft, een slechte CTR en een slechte CPM. Het zal niet heel vaak voorkomen op de manier hoe ik je leer hoe je later kan adverteren naast je Bol Store. Maar stel je voor dat de kost per klik is van 2 euro en een click-through rate van 0,5% van 0,5 en een CPM van 30. Dan zet je deze adset uit. Nou, mochten die goed zijn, wat vaak wel het geval is met de video's en thumbnails die wij zelf gebruiken, dan ga je door naar dag 2. Is wel wat lastiger om met je pixel add to cart te trekken, toevoeging aan winkelwagen. Maar dat kan je ook vaak bij Shopify Analytics zien.
Dus wat ik dan vaak doe als het niet goed te trekken is, stel je voor je hebt 10 add to cards en je test 10 interesses, dan laat ik ze allemaal aan. Het zal niet allemaal helemaal precies zijn, maar dan heb je wel een indicatie hoeveel add to cards je daarin hebt. Nou, als er aan het eind van dag 3 geen sale heeft, dan kill je deze ad set of meerdere ad sets. En als ze die wel hebben, dan dupliceren we die. Dat is eigenlijk hoe je de testfase ingaat met je product. En zo test je product niet langer dan 3 dagen voordat je weet of iets potentieel winstgevend kan zijn als winnend product uiteindelijk. Nou heb ik hier nog een paar andere regels voor tijdgebonden terugkeerlijnen. Als je ROAS van 7 dagen kleiner is dan je break-even ROAS, dan zet je hem uiteindelijk uit. Dat zijn eigenlijk wat standaard regels die je op een later tijdstip terug kan checken. Waarin je kan zien van, hey, moet ik een ad set uitzetten? Uit, aan, uit, aan, aan. En dan kan je gewoon zien of je ROAS over 3 dagen groter is dan deze. Kijk, hier is die eigenlijk overal groter. Dus je ROAS is hier in elk geval groter dan je break-even ROAS. Dan zet je hem sowieso aan. Maar je hebt ook gevallen dat je break-even ROAS groter is. Hier is je break-even ROAS groter en zet je hem dus uit. En hier is je break-even ROAS ook groter dan de past 7 days en zet je hem daardoor ook uit. Omdat je dan verliesgevend aan het draaien bent. Dat geldt eigenlijk ook voor deze. Hier zie je ook dat je break-even ROAS groter is. Dus als je break-even ROAS groter is dan je ROAS van de afgelopen 3 dagen, 5 dagen of 7 dagen, dan zet je die ad set uiteindelijk gewoon uit. Omdat het anders niet rendabel is. Dan ben je verliesgevend aan het draaien met ads. En dat is niet wat je wil. Nou, hier staat nog even snel wat het is. Past 7 days is afgelopen 7 dagen. Past 5 days is afgelopen 5 dagen. Past 3 days is afgelopen 3 dagen. Dit is minder dan. Dit is meer dan. Kill is uitzetten. En continue is doorgaan. Dus dat is wel belangrijk om die in de gaten te houden. Nou, die ROAS, die weet je. Die moet groter zijn dan je break-even ROAS, zeg maar. En dat is wel belangrijk op hoe je ads wil gaan draaien. Als je het op deze manier toepast, Tim, dan is het bijna onmogelijk om verliesgevend te draaien. Dan ligt het echt aan het product dat je dus test met Facebook ads. Dat heb je zelf vaker ook wel eens gedaan. Dus dan kan het of aan je product liggen, of aan je productpagina, of aan je video, of aan je targeting. Maar op deze manier weet je gewoon zeker dat het product gewoon nooit winstgevend gaat zijn na deze 3 dagen. En je komt alleen verder dan die 3 dagen als je natuurlijk al sales hebt gedraaid met dat product. Anders kom je niet bij die past 5 days. En pas 7 days, zeg maar.